hebben een goede constructie gemaakt. Het is wel wat breed. Misschien iets te breed. Ja hoor, absoluut te breed. Want hij schuift niet, hij glijdt niet. En dan moet je een heel stuk zwemmen. We gaan de snelheid maken. In deze gewone rubberboot, met wat sneeuw gecamoufleerd, de ploeg van Prost Veldman. Hoe kan je zo langzaam gaan, zeg? Met zulke mooie verhalen. Ik vind het altijd weer lachen. Presenteert naar deze twee deelnemers. Brett van der Burg uit Veghel, die moet gaan duiken. Dat is mooi, die duiken automatisch voorover. Wordt de snelste tijd? Nee, dat kan het niet meer worden. 9-2 in de lucht. Kijk eens, we hebben een zijspan. Klaas Ebeltjes is de captain. En oh, ja, dat is het nadeel van zo'n gekke muts. Die gaat niet echt onder water. Dus moeten anderen 9 te duiken. Wat zoek je? Wat? Is er iets? Nee. Nou, ja, geen tijd dus. Kijk of het de volgende wel lukt. Michel Pinkster gaat duiken. Hij kijkt ook weer, maar het is ook weer zo'n constructie van het zitten in een bakje. Hij duikt er goed uit, de helm is weg en dan wordt er gebeld. In de tijd van 8,85 honderdste. Kijk naar die kopjes. En hoppakee, te water. Aan de bak zit. Die ziet er vrij stabiel uit. Sterker nog, die blijft ook heel... Hij wipt als het ware over die voorhand heen. En dan krijg je een tijd. Een tijd van 10,17 honderdste. Kijk maar, die rammen ze er niet zo uit. Dat hadden ze gedacht, dat hadden ze gehoopt. Kim komen uit Almelo in hun hemelbed. En het is de eerste keer. Nou, daar nemen ze dan ook alle tijd voor.